tijd in de kamer. Oké, okay, some time ago I did some tests. I didn't practice, yeah, one run. Let's see what I can do today. I don't know if I'm hot today or not. Yeah, luck. Ik hoop het wel. Ik denk dat het heel goed is als we dit signaal afgeven. Maar bij één ding om nog even de stil te staan. Het gaat inderdaad niet alleen om mondkapjes. Mensen moeten vooral als ze ziek zijn thuis blijven. Not good. Ik vind het ook te makkelijk. Dat gebeurt de afgelopen tijd te veel. U moet gewoon thuis blijven. Een advies van het OMT stond hulp bieden, geloof ik, aan studentenhuizen om in quarantaine te gaan. Dan kan je wel zeggen, heel stoer, dat moet je allemaal zelf doen. Maar ik weet van mensen, daar krijg je berichten van, die zeggen dan, ik heb een 0-uren contract. Ik vind het is volstrekt onverantwoord om te werken, maar je zou maar een gezin hebben en er komt geen geld binnen. En dat betekent dus ook dat als oma niet alleen moet zeggen, neem uw verantwoordelijkheid. Je moet er ook bij helpen. Als je hebt een studentenkamer van 6,5 meter lang en de muren komen op jou, dan nog kunnen we zeggen, eigen verantwoordelijkheid. Of we zorgen ervoor dat in een van die vele leegstaande hotels klaar is om in quarantaine. Dus always when the camera is on. Always when the camera is on, it's hard. 75. It felt like 70. This keyboard you see is I built it myself as a DZ60. It's an issue with it, but next week or so I will build a new one. It's a lot of fun. Want wij willen ook uitgaan, en dat hebben we de afgelopen coronacrisis continu gedaan. We zijn uitgegaan van adviezen van de deskundigen. Dus als je hiervoor moet zitten, die hebben we meteen gevolgd. Als u stap voet achter u hoort, moet u dus springen. Dat zijn wij. Wij volgen u. Nee. Dat hebben we de afgelopen jaren, de afgelopen maanden gedaan. Ook met dit advies, dat hebben we meteen gevolgd. We zullen dat ook uitdragen naar onze medewerkers, maar ook naar de klanten. Als er een klant komt die weigert om een mondkapje te dragen, dan kunnen wij die klant niet weigeren om de boodschap te doen. En daar ligt het kleine verschil. Oké. Okay. No. I'm messing up. Let's start another one. Manager in Den Haag. Heb jij gemerkt dat er vandaag bijvoorbeeld al meer mensen in de winkel kwamen met een mondkapje? Ja, we zagen wel wat meer mensen met mondkapjes, maar we zagen ook al wel een gezonde discussie tussen klanten losbreken. Soms wel ongezonde ook. Ja? Ik zit I'm in completely een off. Haagse volkwijk, waar de mensen geen blad voor de mond nemen. Ja. En wat je dus wel al gewoon zag, was dat er echt ook klanten bewust voor kozen om dus wel het mondkapje op te doen. Maar die dus ook niet schoonden om klanten dus aan te spreken die dat mondkapje niet op hadden. Ja. Ja, en dat is, dat gaat soms ook wel wat steviger. Ja, ja, dat zit er wel in. Mag ik iets vragen? Zou het verschil hebben gemaakt? Ik hoorde jullie vanochtend overleg gehad, dus jullie wisten dit niet van tevoren. Als hier vooraf met jullie overleg al was geweest, ook om te kijken op wat voor wijze je wellicht wel hebt, als je uniform met alle supermarkten zegt, we gaan dit wel handhaven, had dat verschil kunnen maken voor de keuze? Nou, ik denk dat het sowieso lastig is als ik hoor dat de voegen zag, hè, de burgemeesters ook zeggen van wij kunnen eigenlijk, we hebben geen juridische grondslag ervoor, we kunnen dat ook niet handhaven. Dan is het ook lastig om zeg maar die bal over de schutting te krijgen. Ah, mess up! Omdat wij dat in feite ook niet kunnen. En de vraag is ook of je als supermarktbranche in een interpretatiestand moet gaan staan. We volgen niet. This could be a real good one and I messed up at the end. Dan komt het toch wel op de politici. Het politici moeten besluiten. We moeten niet naar de wetenschap kijken om moeilijke keuzes. Sorry, om de moeilijke keuze. Je kijkt naar de wetenschap en met alle informatie die er ligt, maak je een keuze. Alles afwegen. Wat betekent voor de economie, wat is de impact op de persoonlijke levenssfeer van mensen? Past dit bij onze samenleving? Past het bij onze samenleving? Nee. Want ik heb zo. Terrible. Zich gekke Henkie voelen met dat mondkapje. In het openbaar
zij gaat komen. Het heel goed. Ja. In het openbaar vervoer gaat dat wel. Ja. Dus het is niet, dus daar, en daar is het heel goed ingebeurd. Dus het is ook niet zo dat er geen enkel mondkapje, dus er is geen ban op mondkapjes en geen taboe op mondkapjes. Het is alleen, als je ziet het onderdeel van het pakket, daar is het vanuit de inhoudelijke OMT-associering is gezegd. Dat is echt niet te belangrijk. Maar kijk, het nou eerst de eerdere experimenten die er gaan zijn in Amsterdam en Rotterdam, bijvoorbeeld in Winkelstraat, was ook de naleving was uitstekend. Als je het nou heel duidelijk had, zou dan zeggen, we doen het hier. En wel een reden. Dat is regelen morgen. De avondklok is overgesproken in het OMT. Dat betekent dat je na 10 uur of 11 uur 's avonds gewoon niet meer staat op mag? Nah, I'm missing up big time. Daar is over gesproken rondom hoe ga je om met die groepen die nog feestend samen op straat gaan. En daar was een van de dingen, was van ja, het is extreem, maar dat werkt misschien. Dat is natuurlijk ook in bijvoorbeeld in België wel geprobeerd. En het zit dus in het rijtje van mogelijke maatregelen. Wat zijn volgende stappen die je zou kunnen nemen als dit niet genoeg zou zijn? Nou, u zegt het is nu of niet nodig? Ik denk dat we dat de komende week gaan zien. Het staat of valt echt met wordt dat wat nu wordt geadviseerd ook werkelijk ingevoerd. En leidt dat dan tot een afname van de besmettingen? Zo niet, dan zit die lockdown eraan te komen. Ja, en er is dus, als dat wat geadviseerd wordt doorgevoerd, 100% zeker weet je het nooit. Too many mistakes. Want dat zou het gewenste effect hebben, namelijk dat je weer onder die erg een 0 van 1 terechtkomt. En 0,9 op het randje, dus het moet ook niet te veel. See, I can do faster, but... You know, the one day I'm 76, the other day I'm 81, the other day I'm 78, seems I'm 78 today. Now we do a test on my own account. Dat is de nauwe balans die we hebben. Dus op het moment dat het aantal besmette personen laag is, kun je veel veroorloven, hoef je weinig te doen. En ook kort. Mostly if I make an error in the first sentence, I will start again. In ieder geval echt een ding. Ik hoorde mensen net al zeggen van ik zou er zeer voor kunnen, zeer goed mee kunnen leven als we breed wel voor die mondkapjes gaan. Ja, die hadden we in het achtergrond. Ja, volgende stap. Ja, voor nu heb je een aantal rigoureuze maatregelen nodig om het echt weer ging naar beneden. Dus deze ook. Fuck. Hoor je hoe dat zit? Ja. Kijk, dan is het duidelijk. En nu meneer Klaver, want dat is natuurlijk wel, vinden mensen niet leuk hoor. Nee, maar kijk. Als ik iets zou moeten gaan doen wat mensen leuk vinden, was ik al voetballer geworden, als ik dat had gekregen. De taak van politici is niet om leuke beslissingen te nemen, maar de beslissingen die nodig zijn om het gewenst resultaat te bereiken. Namelijk dat we het aantal besmettingen weten terug te dringen. Als het gaat over de avondklok, het klinkt onwijs, het klinkt akelig. Ja, er is also television die talking about COVID. Alleen, we hebben namelijk alles nodig. Wat ik moeilijk vind, dit is geadviseerd. En ik heb geen argumenten gehoord. Het kabinet zegt, we nemen niet op. Ik ken de argumenten van het kabinet niet. Die noemen ze namelijk niet in de brief, niet in de persconferentie. Waarom zou je dit niet doen? Ik kan me voorstellen dat het misschien handhavingsproblemen zijn. Dus daar ga ik morgen over verder debatteren. Ik sluit het niet uit. Ik zie op dit moment eigenlijk geen argument waarom het nu niet ingevoerd zou kunnen worden. Maar dit is wel het punt waar ik me ook door het kabinet zou willen laten overtuigen dat het misschien niet nodig is. Dus de algemeenheid, het pakket dat nu is gemaakt. Nul. Is dat voldoende? Nou ja, het koers op ja, klinkt wat ik nu ga zeggen. We koersen op de R0,9. Maar het klinkt als een soort van exacte wetenschap die natuurlijk niet bestaat. En wat ik tricky vind, zal ik maar eerlijk zeggen, is dat er een pakket is gemaakt die precies op 0,9 uitkomt. En als ik kijk naar hoe maatregelen tot nu toe hebben gewerkt, had het effect nooit helemaal het effect van wat je wilde. En ik denk, dat is niet wetenschappelijk, maar gewoon bestuurlijk en politiek, op dit moment in de tijd, stevig ingrijpen. Als we langer wachten en er zijn meer besmettingen, wordt het steeds moeilijker om terug te dringen. En de klap voor ondernemers en voor burgers in het land wordt steeds Nee, this will be very bad. Tussen het kabinet en het OMT. Er waren vandaag wat berichten dat het niet helemaal lekker zit. Ja, er was wat onrust over het tempo van de besluitvorming en wie doet nu eigenlijk wat. Ja, want zondag is er al een lange vergadering geweest met heel veel mensen en maandag mocht u dan advies uitbrengen, maar toen stond eigenlijk al vast wat er ging gebeuren, werd er gezegd. Nou, dat klopt ook, omdat je, dat is natuurlijk gewoon voorbereid door het team van Jaap van Dissel. Dat is ook logisch, dat gebeurt bij alle. Why? Je moet advies geven. Ja, bleef dat stukje. Dus, en wat
dat zij dus... looks like I'm finished. De gereedschapskist, hè, zoals jij noemt, kijken van wat zijn er nou aan maatregelen. We hebben allemaal heel duidelijk aangegeven, er moet echt stevig wat gebeuren. En dat is dus weer doorgerekend op die, wat brengt... See how hard it is sometimes. De NL. En dat pakket is gepresenteerd. Was daar niet heel veel tijd voor en dat was, ja, daar was niet iedereen happy. Maar, ja, en zit er irritatie in het OMT over de volgende nu? Er zijn de laatste berichten van OMT die zeggen van ja, dan gaan we ook langs de zijlijn staan. Dat voelt het lekker uit. Nou, er was vandaag even wat reuring over. Ik weet niet waar Annemie dingen, dus ik weet niet precies wat daar nou gezegd is. Ik heb het geduid als van oké, wacht even, kom op, we even bij elkaar, wat speelt er nou? En de wetenschap en de adviseurs die zijn in de afgelopen maanden ook wel heel dicht bij elkaar gekomen. En daar moet een gezonde afstand tussen zitten. Dat wij adviseren dan. Bij de wetenschap eigenlijk adviseren alles wat er eigenlijk mogelijk is. Want de meest krankzinnige dingen wil je horen die misschien een heel groot effect hebben, maar waarom we dat nooit als samenleving gaan doen, omdat we dat niet vinden passen. Maar die adviezen moeten er wel liggen. En dat moet heel duidelijk gescheiden zijn. De wetenschappelijke adviezen en de politieke keuze. Godverdomme zeg. Dat bekendgemaakt moet worden, eigenlijk nog voordat het kabinet met de besluiten komt, of tegelijkertijdig. Zodat je kan zien welke maatregel wordt wel overgenomen, wat niet. En daar moet het publieke debat heel scherp op gevoerd kunnen worden. Nou, last one. En ik denk dat dat ook belangrijk is. So 78 was the highest. I'm not happy with that. Wetenschappers, want nu lijkt het net alsof het RIVM of virologische land, het red team, of viroloog of wetenschap, het land bestuurt. No, I'm thinking too much. En wij moeten zo goed mogelijk met besluiten nemen. Ja. En we hopen dat het goed gaat. Ja, oké, dat is een verhouding. En dat is het eerlijk verhaal. Dat is ook de verhouding. En dat is ook weer duidelijk. Ook hoe het is opgezet. Dus je hebt het OMT-advies, dat gaat naar de bestuurlijke laag. Daar wordt dan wel of niet overgenomen. En dat is dan het pakket maatregelen. Dat gaat nu, dat is ja, soms Tenva's vingers is very slow, so they have issues. Vanwege de snelheid waarmee dingen gaan. En dat heeft dus ook wel het gevolg dat het soms het gevoel heeft van, is het nog wel gescheiden? En dat moet wel helpen. Oké, okay, Ginny, jij zit in een red team. Dat werd gisteren expliciet genoemd door de minister-president. Laten we even kijken. Bij de mondkapjes is dat effect echt beperkter. Of heel beperkt. Maar in deze situatie zeggen we, laten we het toch doen, dat advies. En what the fuck is happening? Het outbreak management team, ook op basis van wat er gisteren naar buiten kwam uit het red team, dat is de club van mensen die ons scherp houdt, om te zeggen tegen het OMT hebben we gevraagd, breng ons advies uit over dat red team advies. Blij dat jullie genoemd werden en dus serieus worden genomen? Nou, ik ben blij dat er sowieso naar andere invalshoeken wordt gekeken. Ik denk dat dat heel erg nodig is. Deze crisis duurt lang en hij gaat nog veel langer duren. Zelf dat we er te eenzijdig naar kijken en het raakt echt alle facetten van de samenleving. Ik ben zelf sterk voor een heel corona-platform waar heel veel verschillende disciplines, maar ook bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de zorg, al die sectoren in vertegenwoordigd zijn en daarin uitgewisseld wordt. Waar liggen de knelpunten, welke oplossingen kunnen we samen vinden? En dat mis ik hier heel erg in, hè? Want we kijken echt maar naar één facet en we sturen inderdaad op die R0,9 steeds zo bijna, zodat we tegen de crisis aan blijven sturen. Het voelt explosief en daar moeten we vanaf. Wat zouden we moeten doen? Nou ja, ik denk dat je met het platform moet gaan kijken wat kunnen we samen bedenken om deze samenleving zo in te richten dat we aan de veilige kant zitten. Ik vind sowieso voorzorg, maar dat we met z'n allen kijken wat kan er wel. En dat biedt ook veel meer perspectief. In dit verband ging het over de mondkapjes. Dat is denk ik een heel simpele maatregel. Ik ben blij dat het daar misschien een beetje meer ruimte voor komt met deze structuur een beetje open te gooien. Ik merk namelijk ook dat er onder de bevolking heel veel wantrouwen speelde over de informatie die er gegeven wordt. En ik denk dat we nu naar een punt toe gaan dat onze instituten gewoon
dat sterk het gevoel dat... She is 78, the max today. I make too many mistakes. Experts om bepaalde besluiten. And I hesitate too much. Ja, te legitimeren. En ik denk dat we daar... So as you can see, I'm... when I finished my year challenge, I had 77. That was maybe 5 months ago or so. But that 77 was a real high score, so mostly I had 70, 71, 72. And at the moment I'm around 80. So today is 78. Tomorrow it can be 81, but I'm hovering around the 78, 80, 81. So I don't know if it's me or I'm too old, but I'm progressing still. Because I do this every day for 10 minutes or so. And some long text. And it seems I can, in average, I gain two words a minute per month. So maybe in 1 or 2 months I will have a high score of in the 90s. Because my high score is now 86. But then you have to be smooth. I'm not smooth today. So let's see. So I want to... My goal is 100. The batch 100 words per minute on 10 fast fingers. But I will think it will take 1 or 1.5 year. If I ever get it. So I hope you like this random video of my typing practice. If you have commands, put them in the command box. If you want to follow my other videos, subscribe and see you next time. Bye bye.